even, ja, jullie gaan nu wel slijmen. Dames en heren, dit zijn onze jokers al 3 jaar lang hier bij ons. Jullie zijn ook de grotere jokers zelfs, daarachter. Maar ieder jaar pakken zij altijd iemand te grazen. Ik was het vorig jaar. Dit jaar was het, Saar. Hebben jullie te pakken gehad. Maar nu zijn jullie zelf aan de beurt. Let op. Weet je wat we vanmiddag gedaan hebben? Ja, maar dat moet ik even vertellen, ja, hè? Precies. Ja, dames en heren. Mag ik het vertellen, Saar? Vind je niet erg? Zij hebben tijdens de opbouw, de soundcheck, heeft in samenspel met Paul achter de knoppen. Hey, Paul, hoor. En Ruud! En Ruud! Ja, Ruud! Hebben ze het Alleen, nou afijn. Ze hebben het geluid uitgezet. En dan lijkt het alsof de microfoon van Saar het niet doet. Hallo! Moet je bij mij niet doen? Ik moet nog vertellen. Maar goed, tijdens het oefenen deed de microfoon van Saar het niet. En Saar in paniek rent Frankie naar voren met de tweede microfoon. Blijkt dus een kurken te trekken te zijn met zijn grote U begrijpt wat ik wil zeggen, hè? Die zijn hier allemaal te koop hier op de boulevard van die grote Ze zijn groot, ze zijn dik. En ze zijn lang. En ze zijn lang. Maar goed, jullie hebben Saar te pakken. Nou heeft Saar jullie ook iets. Jullie houden van lollies, hè? Lekker! Een lollipop. Als je lolly van dichtbij bekijkt. Wat is het? Ah nee, dat is smerig. Ja. Dan lijkt het op een spelonk. Vandaar dat je in Barcelona die speciale shop naar binnen ging. En ik vroeg me af, wat doet hij daar dan met Tom in die winkel? Het was niet alleen kijken. Kopen. Goed, alle geintjes op een stok. En dat gebeurt natuurlijk hier met Sam. Oké, jongens, veel plezier ermee.